Goedemiddag en welkom bij DFT Visser Vindt van dinsdag 7 juli. De Griekse bevolking heeft zich uitgesproken tegen de bezuinigingen. Past dit het dan of blijven Europa en Griekenland nog eindeloos door onderhandelen? Naast mij columnist Martin Visser. Goedemiddag Martin. Goedemiddag. Ja, ik heb het woord D-Day onderhand nou wel vaak genoeg gehoord. Ja, dat gaan we niet meer gebruiken. Hè. Deadlines bleken van elastiek de afgelopen maanden. En toch hoop ik eerlijk gezegd dat het vandaag wel drop of eronder is. Het ergste wat er nu voor mij kan gebeuren is dat oeverloze doormodderen. Ja. Je ziet wel de eerste reacties van Europa zijn heel terughoudend. Formeel wordt de Grieken nu gewoon de gelegenheid in ieder geval gegeven om nog met een voorstel te komen. Druk ligt bij de Grieken, hè, zei Dijsselbloem. Ja, het is niet helemaal waar. Het eigenlijk zal Europa moeten bepalen of ze wel of niet verder willen onderhandelen. Maar goed, dat moet op basis van een Grieks voorstel. Wat er is uitgelekt tot nu toe, lijkt het Griekse voorstel heel erg op een van de tussentijdse onderhandelingsresultaten van voor het referendum. Met her en der wat kleine wijzigingen. Plus natuurlijk wel de eis van schuldverlichting. Ja. Dus in die zin lijkt het er eigenlijk wel een beetje op alsof we niet zo heel veel verder zijn dan voor het referendum. En dat is wel een valkuil voor Europa. Want je proeft wel een beetje aan de Europese reacties uiteindelijk het terugdeinzen voor de ultieme consequentie, namelijk een Grexit. Daar wordt toch wel voor teruggetijnd. En ik ben toch benieuwd hoe ze de komende dagen of ze toch die keuze durven te gaan maken. Ja, wat denk je dat er vandaag gaat gebeuren? Want we hebben natuurlijk vanmiddag de ministers van Financiën bij elkaar, de Eurogroep. Vanavond de regeringsleiders van de 19 eurolanden. Wat moeten we daarvan verwachten? Ja, alle voorspellingen die ik heb gedaan, die bleken na een uur al niet meer uit te komen. Dus met alle terughoudendheid en bescheidenheid. Maar zullen het welwillend de voorstellen aanhoren. Ik vermoed niet verwacht sowieso niet dat er een complete deal is vandaag. Dat kan gewoon niet. Nee. Alles zal moeten worden doorgerekend. Ik denk ook niet dat keihard nu de deur wordt dichtgegooid. Ja, en dan gaan we in een soort van schemerzone terechtkomen. En dat is ook wel een beetje gevaarlijk hoor. Ook voor de Grieken zelf overigens. Die lopen natuurlijk uiteindelijk de meeste risico's. Omdat zolang er geen deal is, blijven de banken dicht. En stapelen problemen in het land zich op. Een goede uitkomst zou volgens mij zijn een hele duidelijke keuze van we houden de Grieken erin en we komen echt met een deal waar de Griekse economie weer mee vooruit kan en we komen met een belofte van schuldsanering. Of een goede uitkomst zou kunnen zijn van jongens, dit heeft gewoon geen zin, we hebben geen vertrouwen in. We gaan op een ordentelijke manier Griekenland eruit laten. En in allebei de scenario's gaat het Europa gewoon heel veel geld kosten, maar is er wel duidelijkheid. Een tussenvorm met een compromis dat een beetje zo half-half is. Daar ben ik het meest bang voor. Dan zit over een paar maanden dit gesprek weer te doen. En dan blijft het voortmodderen. En dan wordt uiteindelijk het prijskaartje voor ons en voor de Grieken het allerhoogst, denk ik. Aldus Martin Visser, dankjewel weer. En dit was het voor nu. Meer nieuws en video's natuurlijk op dft.nl. Graag tot de volgende keer. Dag.